als ik aan Dolf denk, dan denk ik aan sprankelende energie en creatieve ideeën en plannenmakerij en altijd bezig en actief en mooie dingen doen. Dat is waar ik aan denk. En wat moet Dolf zonder Tubantia? Ja, die vraag is minstens zo relevant. Dolf is een heel aardige man. Hij duikt overal op, dus met je, waar ken je Dolf van? Dan denk ik, wat je ook zegt, een goede vraag, maar als je ergens was, dan was hij er. En dan sprak je hem en hij schreef er soms over. En je kon ook geen nee zeggen tegen hem, volgens mij. Nee, maar waarom zou je dat doen? Ontzettend vriendelijk, uitnodigend, verbindend, een beetje de ziel van Twente en de Achterhoek. Wie? Dolf Rusling. Wie is het? Ik weet niet, ik kreeg een appje van Bas. Hij is zin aan gratis drank. Ik dacht dat het een première was van iets of zo. Ik denk ook, als er niet zoiets als een pensioengerechtigde leeftijd bestond, dat hij ook gewoon was doorgegaan. Nee, ik vind het jammer dat hij weggaat, serieus. Ja, want hij maakt de krant nog een beetje persoonlijk. We kunnen wel stellen dat de krant vaak door mensen bij elkaar wordt geschreven die niet altijd des Twents zijn. En Dolf had met zijn lezersacties en zijn tripjes. Ik ben een paar keer met hem mee geweest en dat is echt gezellig. Ja, hij staat wel, wat gezegd wordt is, hij staat wel echt voor betrokkenheid. Hij is echt wel een bekend gezicht in de regio. Hij schrijft altijd ook over de kleine dingen. Het kan overal over gaan. En zo ken ik hem ook. Hè. Ik ken Dolf als een zondagskind in de journalistiek. Ja, met het internationale circusfestival, met Dolf, hebben we wel het een en ander beleefd. Ik ken hem bijna 30 jaar. En ik moet zeggen, misschien realiseren de mensen niet, maar de tijden zijn veranderd. En zo'n figuur als Dolf komt niet weer. Dolf was uniek in zijn persoon.